Werkwoordspelling, de ultieme uitleg. Wat is dat toch met werkwoordspelling? Hoe komt het dat er zo vaak foutjes in worden gemaakt, zoals hier, is ontwikkeld met een T? Je vertelt met een D? Dat vind ik niet leuk zonder T. Eigenlijk is werkwoordspelling niks anders dan het toepassen van een paar simpele regeltjes. In dit filmpje leggen we die regels aan de hand van dit overzicht uit, zodat je voortaan foutloos weet te spellen. Onderaan deze video vind je een link naar dit overzicht. Het aller, 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 allerbelangrijkste en het enige wat je door moet hebben, is het werkwoord dat je moet vervoegen een persoonsvorm ja of nee. Dat klinkt simpel, maar het vergt een bepaalde oefening. Je moet jezelf dus trainen in het herkennen van een persoonsvorm. Een kenmerk van een persoonsvorm is dat het zich aanpast aan het onderwerp. Bijvoorbeeld: ik koop een ijsje, koop jij een ijsje, hij koopt een ijsje en wij kopen een ijsje. Een tweede kenmerk is dat de persoonsvorm de tijd aangeeft. De persoonsvorm geeft aan of de zin zich nu afspeelt, de tegenwoordige tijd, of in het verleden, de verleden tijd. Daarmee heb je direct een handig trucje, namelijk de persoonsvorm verandert dus ook als je de tijd verandert. Ik koop een ijsje wordt ik kocht een ijsje. Koop is dus de persoonsvorm. Het werkwoord kopen verandert zoals je ziet in de verleden tijd van vorm, maar de meeste werkwoorden doen dat niet. Ik smul ervan wordt ik smulde ervan. Een werkwoord dat niet in de verleden tijd van vorm verandert, vervoeg je als volgt. Dit zijn de bekende lijstjes die je overal kunt vinden, daarom besteden we daar in deze video verder geen aandacht aan. Eens kijken of jij al wereldkampioen persoonsvorm herkennen bent. Wat zijn de persoonsvormen in de volgende zinnen? Goed gedaan! Je ziet dat er naast de persoonsvorm vaak ook andere werkwoorden in de zin staan. Bijvoorbeeld ook in deze zin, ik heb een ijsje gekocht. Natuurlijk heb je nu meteen herkend dat heb de persoonsvorm is, want zei het in de verleden tijd, ik had een ijsje gekocht, alleen het woord had veranderd en is dus een persoonsvorm. Het andere werkwoord in deze zin is gekocht, dat is in dit geval een voltooid deelwoord. Maar je hebt ook het onvoltooid deelwoord. Lopend ging ik naar de ijssalon. Het infinitief. Ik heb zin om een ijsje te kopen. De gebiedende wijs. Koop eens een lekker ijsje voor me. En het bijvoeglijk naamwoord. Ik eet me zojuist gekochte ijsje op. Goed, genoeg ijsjes gegeten nu. Terug naar het overzicht. Om een werkwoord goed te spellen is alles wat je echt door moet hebben het volgende. Is het werkwoord een persoonsvorm of niet? Zo ja, dan krijg je namelijk de stam plus eventueel iets erbij. Is het werkwoord geen persoonsvorm, doe dan de verlengproef en schrijf het werkwoord zo kort mogelijk op. Een voorbeeld. De weerman voorspelt een zonnige ochtend. Voorspelt is hier de persoonsvorm, want het woord verandert als de tijd verandert. De weerman is een hij, dus krijg je stam plus t. Als je deze zin hebt, is het anders. De weerman had een zonnige ochtend voorspeld. Had is het werkwoord dat de verleden tijd aangeeft. En het woord voorspeld is dus geen persoonsvorm, maar een voltooid deelwoord. Als je het voltooid deelwoord langer maakt, zeg je voorspelde. Je hoort een d, dus je schrijft in dit geval het voltooid deelwoord ook met een d. Je ziet dat je de persoonsvorm in de eerste zin dus anders schrijft dan het voltooid deelwoord Vergelijk deze drie zinnen nu eens: Hij verloten drie kaartjes voor dat festival, Hij zou drie kaartjes voor dat festival verloten en Ik heb de verloten kaartjes voor dat festival gewonnen. In de eerste zin is verloten een persoonsvorm in de verleden tijd. In de tweede zin is zou de persoonsvorm en verloten het hele werkwoord. Dus het infinitief. In de derde zin is heb de persoonsvorm en verloten het bijvoeglijk naamwoord. Verloten zegt namelijk iets over de kaartjes. Je schrijft het infinitief en het bijvoeglijk naamwoord altijd zo kort en eenvoudig mogelijk op. Volgend voorbeeld: Wordt je zus gebeld of ze geslaagd is? En wordt nu toch eens wat vrolijker? In de eerste zin is wordt de persoonsvorm. Dat betekent dat je de stam plus iets krijgt. In dit geval de stam plus T. Je staat weliswaar achter de persoonsvorm, maar het gaat hier om je zus en niet alleen om je. In de tweede zin is wordt geen persoonsvorm. Als je de zin in de verleden tijd zet, zie je dat het niet klopt. Werd nu toch eens wat vrolijker. Word is in deze zin namelijk de gebiedende wijs en zoals je in het overzicht kunt zien schrijf je die zo kort mogelijk op. Dan heb je ook nog de Engelse werkwoorden zoals faxen, racen en streamen. Vervoeg die werkwoorden zoals je in het Nederlands ook zou doen, maar let daarbij wel altijd op de uitspraak. Het is bijvoorbeeld ik race. Hij racet stam plus t en niet hij rakt. Want dat kan niet vanwege de uitspraak. In de verleden tijd is het zij raceten. Gewoon stam plus t, net zoals je bij Nederlandse werkwoorden ook doet. Het voltooid deelwoord is ik heb gereest en niet ik heb gerakt. Dat heeft dus met de uitspraak te maken. Tot slot het laatste, maar moeilijke voorbeeld. Iets lastiger wordt het namelijk als je veel werkwoorden in een zin hebt staan. De truc blijft echter hetzelfde. Kijk eerst wat de persoonsvorm is. Thijs is verbaasd dat zijn moeder het verwachte pakketje dat de postbode net heeft bezorgd niet betaalt. Daar gaan we weer. Wat zijn de persoonsvormen? Is, heeft en betaalt. Zet de zin maar eens in een andere tijd. Alleen bij het werkwoord betaald zou je kunnen twijfelen, omdat het op een voltooid deelwoord lijkt, maar zoals je net zelf hebt gezien is dit een persoonsvorm. Er staat eigenlijk zijn moeder betaald en dat is stam plus iets, in dit geval stam plus t. Dan houden we nog drie werkwoorden over, namelijk verbaasd, verwachten en bezorgd. Verbaasd is een voltooid deelwoord. Omdat het verbaasd de is, je hoort een d, schrijf je het voltooid deelwoord ook met een d. Bij het verwachte pakketje schrijf je verwachte maar met één t, omdat het een bijvoeglijk naamwoord is. Het zegt namelijk iets over het pakketje en moet daarom zo kort mogelijk. En tot slot bezorgd, dat is dus geen persoonsvorm, maar in dit geval een voltooid deelwoord. Het is bezorgde, je hoort een d, dus je schrijft het voltooid deelwoord ook met een d. Kortom, alles hangt af van de keuze of iets wel of geen persoonsvorm is. Train jezelf daarin door dit overzicht uit je hoofd te leren en bijvoorbeeld de oefening te maken die je onderaan deze video ziet. Succes!